2015 is een mooi jaar geweest voor Form. Er is keihard gewerkt. Er zijn veel nieuwe projecten verworven en de orderportefeuille is immens, ruim 600 miljoen. Duizelingwekkende bedragen die aangeven dat alle vernieuwingen hun vruchten afwerpen. Trots is Form op de realisatie van de zorgboulevard voor het Zaans Medisch Centrum. Ook wordt een Albert Heijn met een grote parkeergarage erop ontwikkeld. Daarmee kwam een grote droom uit van Vomafa, Vorm Maatschappelijk Vastgoed. Vomafa is in 2013 opgericht. Toen zat de markt nog tegen. In 2015 maakte Vomafa een vliegende start. Naast investeringen in de zorgboulevard in Zaandam, investeerde Vomafa in woningbouwprojecten in Leiden en Gent, ten behoeve van studentenhuisvesting. Vorm was al actief in steden als Utrecht, Leiden en Nijmegen. Maar sinds 2015 is Vorm ook weer terug in Rotterdam, de thuishaven, waar de markt geweldig aantrekt. De Amsterdamse markt veroveren, dat leek een sprookje. Maar door te focussen is het in 2015 gelukt. En de verkopen lopen geweldig goed. Vorm bouwt in de Houthaven woningen met bijzondere architectuur. En ook op andere plekken in de hoofdstad gaat Vorm aan de slag. De focus van Vorm komt voort uit de keuze voor vernieuwing. Vorm is volop bezig met Lean en alle trainingen die daarbij horen. Daarbij gebruikmakend van methodieken die de doorlooptijden versnellen. Want versnelling leidt, zo blijkt, tot nog intensiever samenwerken. Ook de innovatie met de 6D-productielijn loopt erg goed. In 2015 verkocht Vorm rond de 700 woningen aan particulieren en nog eens 1000 aan beleggers. Volgend jaar gaat Vorm over de 250 miljoen euro aan omzet heen. Maar die hoge omzet is niet een doel op zich. Uiteindelijk gaat het om mooie projecten maken, zorgen dat de klanten tevreden zijn en dat de organisatie zich verder ontwikkelt. In 2016 blijft Vorm een bedrijf waar mensen de ruimte krijgen om nieuwe dingen te proberen. Er zijn veel jonge mensen aangetrokken die door de oude rotten in het vak worden opgeleid. En tegelijkertijd brengen de jongeren de nieuwste methodieken over aan de ervaren mensen. Natuurlijk blijft geld verdienen het belangrijkste, maar de manier waarop Vorm dat doet, vervult de directie met trots. Eindbaas Daan van der Vorm en algemeen directeur Hans Meurs kijken dan ook uit naar een nieuw ondernemend jaar.